Vandaag is het eigenlijk dat we de knoop voorstellen, denk ik, en dat we een wandeling doen waar een deel op de grond geplakt zijn. Zo wat trigger points om de mensen echt zo een trigger te geven van dit is RA of mensen met RA, je ziet het niet altijd, maar bij veel mensen is het aanwezig, maar je ziet het niet. We merken toch, we zijn heel veel mensen tegengekomen in het bos die dat niet kennen. Dus we hebben flyertjes nu uitgedeeld en mensen bewust van te maken van wij zijn patiënten met RA. Bekijk onze folder, kent je mensen in je buurt die reuma hebben, stuur op tijd door naar een reumatoloog. Reumatoïde artritis is de meest frequente reumatische ziekte. Het ontstaat verschillend bij persoon tot persoon. Heel veel mensen denken nog vaak bij reuma aan het is voor oudere mensen. Het is een ouderdomsziekte, maar minder is waar natuurlijk, want reuma wordt zowel bij jongeren als jongvolwassenen, maar ook bij kinderen, baby's komt het voor. Dus het komt eigenlijk bij alle leeftijden voor. Er zijn ook veel jonge mensen die dat hebben, die nog in het begin van hun carrière, van hun leven staan en die op enorme weerstanden botsen, waar dat ze moeten dagelijks tegen vechten. En dat is eigenlijk een uitdaging voor de reumatoïde artritis liga om daar echt werk van te maken. En het geeft vaak ook functiebeperking in de dagdagelijkse activiteiten. Omdat het meestal eerst de handen en de voeten, de kleine hand- en voetgewrichten aantast, hebben mensen moeite om eenvoudige dingen te doen, zoals het knopen van hun jas. De knoop is eigenlijk een symbool. Een symbool voor mensen dat ze zien van een dagdagelijkse handeling, een vest toedoen, een hemd knopen. Het gaat moeilijk voor mensen met reuma. Het begint vaak met pijnende vingers of pijn in bepaalde gewrichten, een knoop toedoen, dat van tijd tekenen zijn van ja, let op en ga er verder mee. In het leven van een patiënt, een vroegtijdige diagnose, is dan dat het de gewrichten eigenlijk niet, moet ik het zeggen, letterlijk kapot gaan eigenlijk. Als ik eerder de diagnose had gekregen, had ik al heel veel minder pijn kunnen hebben in mijn voeten. En had ik bepaalde dingen kunnen blijven doen, want ik heb dan ook zo bepaalde dingen moeten opzeggen. Omdat ik niet meer kon gaan en staan waar ik wou, dus letterlijk en figuurlijk. Dus dat zou wel een heel verschil gemaakt hebben. Dat is heel belangrijk, een vroegtijdige diagnose. Ik heb het geluk gehad dat mijn huisarts zei van Karin, ik denk dat je reuma hebt. Dus dat is 20 jaar geleden. Dus ik ben haar heel dankbaar dat ik op tijd bij een reumatoloog ben geraakt. Het is een heel belangrijk aandachtspunt en dat is toch al enkele jaren dat men dat probeert zoveel mogelijk in de kijker te stellen. Zoveel te sneller men een diagnose kan stellen, zoveel te rapper, zoveel te vlugger gaat de patiënt eigenlijk heel goed kunnen geholpen worden. Dat is zeker een punt dat we hier nu willen onder de aandacht brengen.